Ik ben tevreden met deze uitspraak. Het was voor mij de minimale eis die ik ook aan de officier van justitie heb doorgegeven. Voor mij was minimale 10 jaar in TBS en ik ben blij dat dat ook gegeven is. Het geeft natuurlijk geen genoegdoening en er zijn alleen maar verliezers. Ik ben een verliezer. Op het begin heb ik de schuld bij mezelf gelegd. Waarom ben ik gestopt? Veel hulp, veel gesprekken. Is die schuld wel een beetje bij me weggegaan. Er zit nog steeds een onbewust iets dat ik alsnog een beetje mezelf de schuld geef. Hoezo? Waarom ben ik gestopt? Waarmee? Nou, waarom ben ik gestopt toen ze me wat vroeg? Qua lopen zou ik nooit meer kunnen. En het gaat nu echt om zelfstandigheid terugkrijgen in het leven. Dat is nu het belangrijkste. Nou, ik ben recent weer begonnen aan mijn studie. En ik heb mijn eigen aangepaste auto. Dat geeft vrijheid. Daar ben ik blij mee. En studie gaat nog wel moeilijk. Het waren een paar opstartprobleempjes, maar het gaat goed. En af en toe zitten de ziekenhuisafspraken er nog tussen. Maar, ja. Ik wou eigenlijk na het schooljaar, dus deze zomer die net geweest is, op kamers gaan. Maar dat is het. Kan helaas niet. Probeer jij te begrijpen waarom hij dit gedaan heeft? Ik denk dat ik daar nooit een antwoord op zou krijgen waarom hij het gedaan heeft. En dat zou hij ook nooit geven. En ik denk, daar bereid ik me ook voor dat daar ook nooit een antwoord zal voorkomen. En is dat ook zo onverteerbaar als de rechtbank of de rechtbankvoorzitter net zei? Ja,